Hallo allemaal, vandaag is de dag van de EHBO. EHBO, ja, dan denk ik gelijk aan zo'n verbandskist of zwachtels of een Mitella. Laten we dat eens even gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, EHBO. Wat gaan we daar nou weer bij verzinnen? EHBO, nou ja, we kunnen natuurlijk gewoon een koffertje... koffers hebben we laatst al getekend, hè? Maar zo'n verbandkoffer, hoe tekenen we dat? Zoiets. Zo. Zoiets. Zit er zo'n clipsluitingje op, zo. Perspectief, dat is nog best een dingetje. Nou, om te zorgen dat de lijnen allemaal naar één punt lopen. Zie je, al die lijnen die lopen naar dat verdwijnpunt. En hier lopen ze naar daar ergens een verdwijnpunt. En zo kan je perspectief maken. Maar goed, EHBO. Nou, hier tekenen we dan een kruis op. Zie je, dat gaat al wat lastiger in perspectief. Het is niet zo heel simpel. Verbandrommel. Er moet eigenlijk ook nog een cirkel omheen. Zo. En dan is dat donker. Het kruis. En het trommel eigenlijk ook. Dus een... Nou ja. Een EHBO. Deze is dan helemaal donker. En dan hebben we zo een EHBO koffer. Nou ja, wat zit er nou allemaal in die koffer? Hè? Dat is dan weer natuurlijk de vraag. Nou ja, een schaar. Laten we eens een schaar tekenen. Zo'n verbandschaar. Nog niet zo heel makkelijk een schaar tekenen. Ik heb dat volgens mij ook wel eens in de video laten zien, een schaar. Maar zeker zo'n verbandschaar is nog niet zo heel eenvoudig. Zo. Dan is namelijk ook een beetje zo'n verbandschaar is krom. Zo, zodat die verband kan knippen, maar ja. Je ziet het, dat is nog niet eenvoudig te tekenen. Maar goed. Blijf gewoon oefenen. Blijf het als je het vaak doet. Je ziet in ieder geval dat er schaar is. Wat hebben we nog meer in zo'n verband trommel? Nou, wat dacht je van een pincet? Altijd heel handig. Ja, een pincet vind ik ook weer wat lastiger tekenen. Maar goed. Een pincet. Wat iets meer diepte. Ja, het wordt er niet duidelijker op volgens mij. Maar goed, een pincet. We noemen het er gewoon even bij. Wat wel altijd leuk is om te tekenen is... een pleister. Hoe ziet een pleister er ook alweer precies uit? Ja, volgens mij hebben we hier dan... een stukje dat die moet ademen. Zo. Ik vind het een mooie pleister. Verband. Zeggen allerlei dingen. Oh ja. Paracetamol misschien. Zo. Die tabletjes zo. Hoppakee. Een thermometer. En tegenwoordig is dat digitaal, zo'n thermometer. Dus...
Een thermometer. Ja, ik zou zeggen, ga zelf ook eens kijken in de verbandrommel. Wat zit er allemaal in? Zijn er nog dingen die ik kan tekenen daarvan? En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!